zijn in Amsterdam bij de demonstratie van Extinction Rebellion. En we zien een aantal dingen. Achter ons staan de demonstranten. Ik denk dat dat bezorgde, maar ook bange inwoners van Nederland zijn. Maar ook over de hele wereld wordt gedemonstreerd. Waarover precies, dat brengen wij in kaart en in beeld. En we proberen dat zo objectief mogelijk te doen. We zien momenteel geen politie meer staan. Het stond hier daarnet helemaal vol met politie. Dat kan een goed teken zijn, het kan ook een slecht teken zijn. We zien daar de slaapzakken en de tasjes liggen van een aantal van de mensen die hier zijn. We zien ook het NJCM. Dat is een comité voor de bescherming van de mensenrechten, maar dan in de vorm van juristen. Dus advocaten die zich voor de mensenrechten en het recht om te demonstreren, et cetera, wereldwijd inzetten. En voor de rest weten we momenteel niet wat er gaat gebeuren. We gaan kijken of we mensen kunnen interviewen en wat beelden kunnen schieten die vermeldenswaardig zijn voor de toekomst. Dank u wel. Zou je mij even kunnen vertellen wat jullie hier aan het doen zijn? Ja, zeker. Wij zijn van Extinction Rebellion en wij staan hier voor het Rijksmuseum op de Stadshouderskade sinds ongeveer 5 uur. Onze eerste eis vanuit Extinction Rebellion is dat de overheid, de regering, de waarheid vertelt. Dat wil zeggen dat ze officieel erkenning, de klimaatcrisis in erkenning nemen en de burgers vertelt over de mogelijke consequenties daarvan. We willen dat er nu wordt gehandeld, act now. En we willen dat er een burgerraad komt, dat de overheid naar burgers gaat luisteren. Dat zie je hier ook op de banner staan, laat burgers beslissen. Een burgerraad is kort gezegd willekeurig gekozen deel van de bevolking die representatief is. Betreffende bijvoorbeeld hun afkomst, leeftijd, geslacht, werkzaamheden. Waar dus van zakenman tot boer vertegenwoordigd is. Die worden dan geïnformeerd door wetenschappers en experts over het specifieke thema. In dit geval dus de ecologische en klimaatcrisis. En nemen daar dan een besluit over of doen in ieder geval een advies. Een van de voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld in Ierland. Het abortusdilemma waar de regering zelf niet uitkwam en zelf met het voorstel kwam om dat via een burgerraad op te lossen. Die is daar na enkele maanden overleg en dialoog met een heel mooi voorstel gekomen, wat toen ook geïmplementeerd is. In Londen, daar heeft de Extinction Rebellion ook actie gevoerd. En in Engeland is nu ook een klimaatnoodtoestand uitgeroepen. En je kan daarna ook met elkaar in gesprek gaan en kijken van we hebben erkend dat er een klimaatcrisis is. En de eerste stap is erkenning en daarna kan je dan andere stappen nemen. Dus een van de grootste redenen voor de klimaatcrisis waar we nu in zitten is dat er te veel fossiele brandstoffen verbranden. Het is heel erg belangrijk dat de overheid samen met bedrijven er ook naar gaat kijken van dat moet worden verminderd. Welke regels en afspraken gaan we daarover maken en hoe gaan we dat doen. En commerciële belangen, er is maar één planeet waar je geld kan verdienen. Dus ook als jij een commercieel bedrijf hebt en je wilt geld verdienen, dan is het belangrijk dat je nu gaat switchen naar hernieuwbare energie, want dit kan niet langer. Dus als we kijken naar de lange termijn, dan is het voor iedereen beter als ze nu actie gaan ondernemen. Ook als we kijken naar voedselvoorziening, dat is voor ons allemaal belangrijk. We eten en drinken allemaal. En als we kijken naar de verdroging en naar de klimaatverandering, global warming, dan komt onze voedselvoorziening echt in het geding. Zijn we uitspraak vanuit de wetenschap dat we 2050 al te maken kunnen hebben met globale voedseltekorten, wat ook een significante impact heeft op Nederland. Het laatste wat ik weet is dat er in 60 steden een actie gaat zijn met de naam Rebels Without Borders. Boven de grenzen uit te strijdende actie voor het klimaat. Vanochtend om 2 uur volgens mij las ik al dat het in Nieuw-Zeeland al was begonnen. Extinction Rebellion is een zeer rap groeiende organisatie. Het is begonnen in Engeland. Daar zijn vandaag ook acties. Er is een actie in Berlijn. In New York gaat er een actie zijn. Over heel de wereld wordt er al een hele tijd actie gevoerd. Deze hele zomer zijn er acties geweest. En ook deze hele herfst zullen er acties zijn. Niet alleen van Extinction Rebellion, ook van een heleboel andere groepen.
En het is ook heel mooi om te zien dat steeds meer mensen zich hierbij aansluiten. Steeds meer mensen zien hoe belangrijk het is en ook bereid zijn om er iets voor te gaan doen. En ik denk persoonlijk dat het ook komt omdat steeds meer mensen zich radeloos voelen en geen vertrouwen meer hebben in hoe het er nu uitziet. En een statement willen maken van oké, tot hier niet verder. We moeten nu handelen, we moeten nu iets gaan veranderen. Wat wij proberen te bereiken, specifiek nu met deze actie vandaag, is dat we een dusdanig duidelijk signaal sturen naar de overheid en de regering. Dat we niet meer genegeerd kunnen worden. Er was op 27 oktober was er een klimaatstaking in Den Haag. Daarop was de reactie van Rutte van we hebben het signaal gehoord en that's it. Dus wij staan hier nu en wij blijven zo lang staan totdat we geruimd worden of onze eerste eis in acht wordt genomen dat de overheid dus de klimaatcrisis in erkenning neemt. De lange termijn oplossing is, wij stellen voor dat we het doel stellen om in 2025 CO2-neutraal te zijn. Dat is een stuk ambitieuzer dan het doel wat nu staat. Het doel wat nu staat, waar Nederland zich aan gecommitteerd heeft in Parijs 2018, is om in 2050 een significante CO2-reductie te hebben. Niet neutraal. Dat zou zorgen potentieel voor een maximale klimaatopwarming, aardopwarming van 1,5 graden. Met de acties die we nu aan het doen zijn, gaan we dat gewoon bij lange na niet halen. Om op vier verschillende plekken te blokkeren. Dus ook aan de andere kant van wat je nu ziet. En aan de voorkant in de fietstunnel en de brug. En de politie heeft dat inderdaad afgezet. En nu hebben we dit gedeelte geblokkeerd. En van wat ik heb begrepen staan aan de andere kant van het Rijksmuseum ook nog mensen. En de politie heeft ons gevraagd om te vertrekken van de Stadshouderskade. Omdat het verkeer belemmeren. En ze willen dat we op Museumplein gaan staan. En dat gaan we niet doen. We blijven dit blokkeren. Terwijl achter ons de arrestatiebusjes arriveren, wou ik een grapje maken dat ik vind het toch verdacht koud voor een aarde die opwarmt. En ik ga dat ook even vragen aan een van de mensen die hier staat, terwijl achter ons de arrestatiebusjes arriveren. Meneer, wat gaat er gebeuren? Ik beantwoord geen vragen, sorry. Oké, u kunt geen vragen beantwoorden. Nee, vindt u het niet een beetje koud terwijl de aarde opwarmt? Ik wens u nog een fijne dag, meneer. Dank u wel. Een half uurtje geleden hoorden we de handhaver die ik hier zojuist links van mij had. Die hoorde ik zeggen, binnen nu en een half uur wordt er het een en ander omgeroepen. Toen zagen we alle politieagenten vertrekken. Die hebben kennelijk even een briefing gehad. Er zijn wapenstokken uitgedeeld, er zijn andere pakken aangetrokken. Busjes neergezet en wellicht gaat er gebeuren wat wij wel vaker kennen. Ook in de fijne GroenLinks-stad Amsterdam, Rutger Groot-Wassink, fijne vent. Femke Halsema, fantastische bewindsvrouw. Nou, we gaan het zien wat zij gaan doen met hun medestanders in de strijd voor het groene linkse geluid. Dit is een kwestie van de openbare orde. Je weet al precies wat de juristen ervan gaan zeggen. Er staan legal observers. En dan de vraag natuurlijk, wat gebeurt er met de mensen die geen gehoor geven aan dat wat de politie hen sommeert? Je ziet hier die linten. Wij staan hier buiten dat lint. Dat is omdat wij een beetje laf zijn. Want die linten zijn ongeveer 10 minuten geleden zijn die gespannen. Wie buiten dat lint staat, daar zal niet tegen opgetreden worden. Zeer waarschijnlijk, tenzij die zich misdraagt. En wie zich binnen die linten bevindt, die daarvoor geldt dan. Daar heeft de burgemeester net waarschijnlijk toestemming voor gegeven. Die mogen, als ze zich verzetten tegen arrestatie of als ze geen gehoor geven aan de sommatie. En er wordt één keer gesommeerd, u moet nu vertrekken. Doet u dat niet, dan kan de politie ingrijpen en kan hen oppakken. Je ziet het langzamerhand wat vaker in Nederland. Hè? Je zag de boeren, die overigens een ander standpunt hebben dan deze mensen. Maar nu ook deze burgers die zich over van allerlei zaken zorgen maken. We hebben een helikopter boven ons hangen. Misschien dat de cameraman die ook even in beeld kan brengen. Kennelijk beginnen mensen te begrijpen dat zij in een tirannie en een onderdrukte staat leven. Misschien nog niet helemaal om de juiste redenen, maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen.
Dus het is ook belangrijk voor toekomstige demonstranten dat ze zich realiseren. Verdiep je in de geweldsinstructie van de politie, de ME en of de gemeente. Je ziet die afgezette linten. Je weet dat politie op het moment dat die busjes verschijnen, dan hebben ze één keer de plicht om te sommeren. Waarschijnlijk gebeurt dat met een megafoon. En vervolgens, als je dan geen gehoor geeft, dan kan je opgepakt worden. En of meegenomen met alle gevolgen van dien. Dag meneer, zou ik u mogen vragen wat hier gaat gebeuren? Nee, kom. Wat de geweldsinstructie is? Ik begrijp het, maar ik dacht ik vraag het toch even. En dan hij zegt weg te gaan en dan ga ik weg. Het antwoord was kort maar krachtig toen ik vroeg, mag ik u vragen wat hier gaat gebeuren? Nee, ga weg. Ik verwijs u naar de persvoorlichter. En er zijn natuurlijk mooie protocollen voor in de wereld tegenwoordig. En dat is hoe we met elkaar omgaan. De vraag is of de mensen die hier staan een oorlog vechten die al verloren is. We staan namelijk in begin oktober in Amsterdam. Hier wordt geprotesteerd over het klimaat. Maar belangrijk om op te merken is dat in juni de grondstoffenvoorraad voor dit jaar al op was. En het is nu oktober. Dus die oorlog die hier gevoerd wordt in oktober is in juni al verloren. Hebben we nieuwe technologie nodig? Moeten we met z'n allen anders gaan leven? Of hebben we in de afgelopen 100 jaar een planeet gecreëerd die dusdanig vervuild en uitgeput is geraakt dat onze kinderen geen toekomst hebben? Of, zoals sommigen zeggen, is er gewoon een kwestie van een schommeling in het klimaat? Is er een schommeling die heel normaal is op de aarde? En wordt nu de klimaatdiscussie, zoals Karel van Wolferen beweert, aangegrepen door banken en politici om in de volgende bankencrisis het klimaatprobleem de schuld te kunnen geven en zo de wandaden van de financiële sector af te wenden? U weet hoe ik denk over de financiële sector. Ik denk dat als ze het niet zelf hebben veroorzaakt, dan op zijn minst weten ze het weer heel goed in hun eigen voordeel uit te nutten. Dat er sprake is van een verhardende toon in de samenleving, alle kanten op, dat mogen duidelijk zijn. En de vraag is of het bevoegd gezag dit nog een klein beetje bevatten kan. Zouden die doorhebben dat de mensen die hier staan hun medemensen zijn die zich ergens zorgen over maken? Zeggen ze, ja, dat doe je op de verkeerde manier, praat met de politici. Ja, maar de politici luisteren niet naar ons, die doen niets. Moet dat dan in een democratie? Er is veel controverse over het klimaat. De ene wetenschapper zegt het een, de andere wetenschapper zegt het ander. Waar baseert u zich op dat er iets aan de hand is? Nou, op een hele hoop rapporten van klimaatwetenschappers. Ik heb ze echt niet zelf doorgenomen, niet gelezen. Ik heb er ook geen verstand van, maar ik heb wel vertrouwen in de wetenschap. En u laat zich informeren door kranten, het journaal? Ja, kranten die er te doen, mensen die er verstand van hebben. En welke kranten doen er toe volgens u? Wat mij betreft NRC en Trouw. Is het voor een deel ook gebaseerd op een gevoel? Nou, het gevoel, dus, er is wel een gevoel dat het nu eens klaar moet zijn en dat er maatregelen moeten komen. Maar dat ik geloof in klimaatverandering is niet alleen mijn gevoel. We laten altijd verschillende geluiden aan het woord. Zo is er iemand die bij ons beweerd heeft dat deze hele discussie over omtrent het klimaat door de financiële sector aangejaagd wordt omdat zij op die manier hun nieuwe faillissement kunnen voorkomen. Heb je je daarin verdiept? Heb je dat wel eens gehoord? Nou, ik heb absoluut geen idee wat de financiële sector hiervan vindt. Ik denk dat er ook sectoren zijn die baat bij hebben dat we er niet in geloven. Dus er zullen aan allebei de kanten wel sectoren zijn die die dat proberen aan te wakkeren. Wat is de basis van het probleem, denkt u? We leven op de grote voet. We leven te luxe. We moeten terug in luxe. Dat is de basis van het probleem. Onze ecologische voetafdruk is veel te groot. Dank u wel. Het is niet toegestaan om flyers uit te delen. De handhavers die laten dat weten aan de mensen die hun flyers uit willen delen. En dan wordt er gevraagd, heeft u een vergunning? Nou, dat is natuurlijk interessant. We leven in een land waar alles mag, zolang je een vergunning hebt.
Ik zat even vol verbazing te kijken. Want we staan dus blijkbaar toch nog tussen de demonstranten aan de andere kant van het lint. Het is een symbolisch lint. Maar ook aan deze kant bevinden zich sympathisanten. Maar het schijnt zo te zijn, dat hebben we dan met z'n allen blijkbaar nieuwe regels over afgesproken. Als u aan deze kant van het lint staat, dan wilt u niet gearresteerd worden. En als u aan de andere kant van het lint staat, dan wilt u wel gearresteerd worden. Ik verbaas me nog een klein beetje over de gang van zaken. Er zijn ook Extinction Rebellion mensen die staan aan de andere kant van de politiebarricade. Dus die gaven net eventjes een geluidje af. Je ziet daar ook wat mensen met een hesje ertussen staan. En het lijkt er dus op dat de Extinction Rebellion mensen ook aan de andere kant van de politie staan. En de vraag is, hoe gaat het bevoegd gezag dan vervolgens daarmee om? Belangrijk om in beeld te brengen ook, om weer van te leren. Want nu zie je dus aan twee kanten, zie je Extinction Rebellion mensen staan. Renko die staat over de schouder van Pieter Cornelisz' hoofd. Te filmen wat hier gebeurt vlakbij de PC Hoofdstraat. Ik geloof dat kapitalisme iets is wat onder vuur ligt hier. Je zou eigenlijk eens aan meneer Hoofd willen vragen van wat vindt u ervan dat, dat er een goede... Ik ben ook een hele slechte interviewer ook. Als er iemand voorbij komt, dan ben ik meteen afgeleid. In de wereldstad, laat je nou zien! Nou weer, kom op! Ik stuur mijn cameraman Renko eventjes achter de veroorzakers van het klimaatprobleem aan, namelijk een enorme meute Chinezen. Dus misschien dat we de CO2-uitstoot, hè, dat moeten we eens even kijken. Die komen hier naar Grand Hotel Europa, hier in Amsterdam. Wonderschoon Amsterdam. Die komen hier ingevlogen met onbelaste kerosine. Met miljoenen tegelijk. En hier in Nederland gaan we zonnepanelen plaatsen om deze Chinezen te faciliteren om nog meer uitstoot te doen. Dus misschien is dit toch een complex geopolitiek probleem. In ieder geval hebben we de meute Chinese toeristen op de camera. Wat zou hun footprint zijn? Wij staan een soort van buiten het peloton. Jij zei iets belangrijks. Je zei de spirit van Extinction Rebellion. Wat is de spirit van Extinction Rebellion? Echt, waar zit hem dat in? Ja, nou, de spirit van Extinction Rebellion bestaat uit meerdere dingen. We hebben tientallen waardes die voor ons kernmatig zijn. Maar de belangrijkste is vooral dat we geweldloos zijn. Dus zowel in onze communicatie intern als extern, maar ook in onze actie zijn we absoluut geweldloos. En we zijn heel erg inclusief. Dus iedereen is welkom. Wij vinden zelf ook, de klimaatcrisis is in die zin geen politiek thema. Dat het gaat niet om, ben je links, ben je rechts, op welke partij stem je, ben je zakenman, ben je boer. Ik ben zelf bezig met mijn eigen bedrijf op te zetten. Iedereen is welkom. En ook iedereen is welkom om op zijn manier invulling te geven aan het doel van Extinction Rebellion. Nou, zo onderscheiden wij bijvoorbeeld tussen mensen, en dat is een grijs gebied, hè, dat is niet zo zwart-wit van, heb je de intentie om je beschikbaar te stellen om gearresteerd te worden?
En daar is iedereen vrij die keuze zelf te maken. En als mensen die keuze maken, dan worden ze daarop voorbereid. Dus we hebben trainingen die heet NVDA's, Non-Violent Direct Actions. We doen het meest in het Engels, ook al zijn we hier in Nederland. Omdat we hebben ook veel buitenlandse studenten. We gaan er niet van uit dat iedereen Nederlands spreekt. En daar worden mensen ingelicht en voorbereid op wat betekent het om gearresteerd te worden. En iedereen is vrij daar zijn eigen keuze in te maken. Het is, jullie leggen het verwijt bij de staat neer dat zij niet erkennen of niet goed zien wat er aan de hand is in de wereld en wat we met z'n allen aan het veroorzaken zijn. En jullie spreken de staat daarop aan. Maar de staat reageert door zijn geweldsmonopolie in te zetten. Waarom doen ze dat, denk je? Een van de redenen, denk ik, en dat is nogmaals, ik ben hier geen expert, dus het is mijn interpretatie daarvan. Wil je op die kant op gaan? Oh, we worden verplaatst. Hoeveel moeten we verplaatsen? Achter de politie. Ik heb het spullen in het hotel liggen daar. Kunnen wij aan de andere kant eruit? Ja, mogen wij die kant op? Wij lopen die kant op en wij gaan naar het hotel. Ja, oké. Wij wandelen even rustig, wij bewegen ons even voorwaarts. Een duidelijk signaal naar de overheid en de regering willen sturen betreffende onze eerste eis, de waarheid te vertellen over de klimaatcrisis en die in erkenning te nemen, is via burgerlijke ongehoorzaamheid. We leven in een systeem wat heel erg gefocust is, of een systeem, het klinkt zo dramatisch, maar in een wereld die heel erg gaat om geld. Geld en economie. Dus onze wet is vooral ook gemaakt om die economie te beschermen. Geld is de nieuwe godheid. Eigenlijk in de Bijbelse de mammon wordt aanbeden. Ja. Hè? Nou ja, alles kost geld. Alles is veel waard. Hè. We staan hier voor het Rijksmuseum. Dat is cultureel erfgoed en een toeristenplek. En we blokkeren hier een belangrijke verkeersader. En wij voelen ons daartoe genoodzaakt. Omdat wij zien dat dat in geen enkele verhouding staat tot wat ons te wachten staat als we niks doen aan het klimaat. Nou, wij veroorzaken dus daar hinder, overlast en ook economische schade. En dus wordt er op gereageerd met autoriteit. Ik zie nog geen geweld, maar in ieder geval autoriteit. Om de economie te beschermen, om de economische schade te beperken. Is de Zuidas niet een geschiktere plek om eens massaal stil te leggen? Dat die mensen echt niet naar hun werk kunnen? Ja, dat klopt. Ik weet ook, ik weet niet alle details van. Ik ben zelf niet onderdeel van Action and Logistics. Dat is het deel van Extinction Rebellion die echt specifiek met de actie bezig is. Ik kan daar deels alleen maar gissen, maar ik denk dat het vooral heel belangrijk was dat we een iconische plek midden in de stad hebben. Volgende keer bij de Zuidas dus. Wellicht. Ik weet ook dat we zeker mee hebben genomen dat de Stadsmarathon die gaat hier ook doorheen vaak. En we weten, er zijn dus plannen bij de gemeente voor de brandweer, ziekenwagens, dat die een andere route rijden. Dus voor de veiligheid van de stad. Dus ja, we willen inderdaad hinder veroorzaken. Ook economische schade. Maar het is zeker niet onze intentie om mensen onnodig in gevaar te brengen. Dus we hebben zeker meegenomen in ons plan hoeveel overlast kunnen we creëren zonder mensen onnodig in gevaar te brengen. Dus doordat wij wisten van als wij hier spontaan een actie doen die door ons al langer termijn gepland is. De gemeente heeft hier plannen voor hoe om te gaan als dit stukje stad niet begaanbaar is. Ja, de mensen die eruit wilden, die mogen er nu niet meer uit. Wij mochten net niet te dichtbij komen. Nu staan we er weer midden tussen. Dus of Extinction Rebellion, die weet goed hoe ze om moeten gaan ook met het verdeel- en heersprincipe wat op hun wordt toegepast. Of de politie weet niet zo goed te doen wat hier verder nu gebeurt. Je ziet ook wel wat paniek bij de mensen. Ze weten niet zo goed wat ze willen. In het ene moment zeggen ze ik wil demonstreren. In het andere moment wordt dat tegen ze gebruikt. Wel, die dame op dat paard die vrij agressief zegt willen jullie demonstreren? Dan moet je daarheen.
De mensen zijn inderdaad het niet gewend dat er het geweld tegen ze gebruikt wordt en of kan worden. Je ziet ook wel angst daarvoor, voor dat geweld bij de mensen. Ik sprak net iemand die zei, dit is erg on-Nederlands, maar dat is dus het tegenovergestelde. Dit is zeer Nederlands, alleen dit is het echte gezicht van Nederland. En de Nederlandse bevoegd gezag is extreem intelligent en extreem sneaky. En over het algemeen laten ze dit soort vertoon weinig zien. Maar de efficiëntie waarmee die dingen gebeuren zijn zeer Nederlands. Daar hebben we hier in deze stad Amsterdam een rijk verleden van die efficiëntie. En we zien dat de mensen daar slecht mee om kunnen gaan. Dat ze niet goed weten wat ze moeten doen. Los van wat je vindt van dit protest, kun je toch waarnemen dat we, als je graag een politiestaat wil, dan ben je in Nederland aan het goede adres. Er zijn mensen die dat willen. Die zeggen, ja, doe mij maar een hele sterke politie. Nou, daar staan we. Beetje moederziel alleen op een pleintje tussen de demonstranten. Wij werden, volgens mij heet dat kettelen, zoals je met koeien doet. Wij werden net door de ME fysiek geweldloos, maar zeer assertief richting de demonstratie geleid. Dus stilstaan of eruit gaan was geen optie. Ik zag jullie staan en ik zag een opening. En er stonden wat fietsrekken die voor politie te paard iets minder handig te bedwingen is. Dus jij wilde eruit? Ja, ik wilde eruit. Ja, ik vond het heel vervelend. Ik was gewoon een interview aan het doen met de radio. Hoe voelt het om in aanraking te komen met het bevoegd gezag? Onder het mum van algemene veiligheid. Kijk, zij doen gewoon hun werk. Vanuit Extinction Rebellion zijn wij niet per definitie tegen de politie. Zij zijn hier voor de veiligheid en zij doen gewoon hun werk. En zeker die agent die mij dan aanspreekt, of ons aanspreekt, die heeft gewoon instructies gekregen. Dus ik heb niks tegen hem persoonlijk. Maar ik vond het zelf persoonlijk zeer onprettig dat iemand beslist waar ik me hoor te bevinden, wel of niet. Roger Hallen, een van onze oprichters van Extinction Rebellion, die heeft gezegd van, als een kamer in je huis in brand staat, dan ga je niet zeggen, de kamer in het huis staat in brand. Dan zeg je, mijn huis staat in brand. En dan ga je alles daaraan doen om je huis te blussen. Dan ga je niet discussiëren, nou, in welke kamer is het dan? En hoe komen we daar het beste? Dan ga je gewoon in actie komen. En nou, het is een hele mooie metafoor. Want in je eentje kan je ook geen huis blussen. Dus dat moet met meerdere mensen. Dat moet in samenwerking. En dat is ook hoe wij deze situatie nu zien. Wij moeten dit met z'n allen oplossen. Ik kan vegan zijn, oftewel plantaardig me voeden. Ik kan geen auto hebben, mijn vliegverkeer beperken. Plastic recyclen heeft trouwens niet zoveel nut, dus je kan beter plastic minderen. Maar dat heeft allemaal zijn beperkingen. Zolang ons economisch systeem uit is op maximale groei, ten koste van, ongeacht de consequenties.